De NCRV Spelsportshow met 20 Nederlandse dorpen en steden. Vanavond komen in actie uit Friesland de stad Harlingen. Harlingen ligt aan het wat. Harlingen heeft wat. Harlingen, wat een stad. Harlingen, wat een stad. De provincie Groningen wordt vertegenwoordigd door de gemeente Scheemda. Scheemda, dat is een warm hart in een energieke provincie Groningen. Voor de provincie Drenthe wordt deelgenomen door de gemeente Odoren. Het is heel eenvoudig, dames en heren. Odoren, op elk terrein, van voren. Voor Overijssel speelt het zeskampteam van de stad Almelo. Almelo is een energieke stad, sportcultuur. Vandaar ook NCRV Zeskamp natuurlijk vanavond. Ja, en wie wordt er winnaar in deze eerste ronde? Harlingen, Scheemda, Odoren of Almelo? Vanavond gaat het hier gebeuren op de vloer van deze gastvrije hal. Met natuurlijk het toeziend oog van onze scheidsrechters. Hier zijn ze. Allereerst wedstrijdleider Dirk Stuart. En hij wordt gevolgd door zijn scheidsrechters van Jan Hebbing, Jenneke Eikelboom, Wim Kokke, Ab Lammers en niet te vergeten starter Emiel Keizer junior. En dan natuurlijk de cup waar het allemaal om gaat. Daar hebt u hem. Ben je nu beeld, onze razende reporter in het geel, Henk Mouwen. En in het rood, uw verslaggever, Frank Masmeijer. Nou ja, waar gaat het om? En u hoort het enthousiasme. Het gaat natuurlijk om de ploegen, dames en heren. We zijn hier in Friesland en daarom als eerste maar de gastgever, oftewel Harlingen. Daar komen zij in het licht met blauw. Weer een noordelijke ploeg uit Groningen is hier Scheemda. Scheemda zijn dan weer goed. Dan gaan wij naar Drenthe. In het geel is hier Odoren. En dames en heren, hier is Almelo! Almelo! Oh, 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 het gaat weer zo! Die deelnemers zijn op hun plaatsen. Nog even dit, tegen Friesland. Goejoen in Friesland. Ja, moet ik een keer kwijt, hè? En natuurlijk ook tegen de rest van Nederland. Voor ik iets ga vertellen over de zeskamp van vanavond, eerst even aan u voorstellen ons huisorkest. Dames en heren, misschien kent u ze nog van de Elfstedentocht van vorig jaar. Hier zijn onder leiding van Dirk Oegeme de Sterrekijkers uit Frentje. Alsjeblieft.
Ja, dat is kort maar krachtig. Wat gaan we doen? Iedere zeskamp heeft een thema. Het thema vanavond is ontdekkingsreizen. Er is niet veel veranderd in het systeem. De punten zijn nog steeds 8, 6, 4, 2. Alleen er mag dit jaar weer een joker worden ingezet. En laten we nou gelijk bij het eerste spel een joker hebben, namelijk de joker, dames en heren, van Almelo. Almelo wil dus dubbele punten. En ik zal u dadelijk wel vertellen welk spel het is. Maar eerst maar even praten met de captain. Wat is dit? Is een octopus, hè? Ja, ja, dus de veelzijdigheid van Almelo in zijn totaliteit. Niet alleen wat sport, industrie, maar ook de creativiteitscentrum die dit gemaakt heeft. Juist. Je gokt de dubbele punten op het eerste spel, captain. Heeft hij nog een naam, de octopus? Ja, Gerritje, hè? We noemen hem Gerritje. Ik wens Almelo met deze octopus veel succes. En in het eerste spel vooral, want zij gokken dus op dubbele punten. Jij gaat terug naar je plaats en ik ga vertellen wat dat eerste spel inhoudt. Natuurlijk geldt dat succes ook alle andere ploegen. Dames en heren, de zeskamp staat in het teken van de ontdekkingsreizen. De eerste wedstrijd echter vanavond is een echte zeskamp. Betekent een soort turnen om een beetje een warming-up te maken. Allerlei turntoestanden, dan wel ludiek op zijn zeskamps natuurlijk, zullen hier passeren met drie dames en drie heren per ploeg. Alle vier gaan tegelijk van start over deze schitterende mat. Het einde wil dus zeggen, de winnaar 8 punten met de joker dubbel. 6, 4 en 2 zitten ze gelijk, dan gaan we de punten delen. Maar dat hoort u wel. Voor de eerste maal zou ik aan wedstrijdleider Dick Stewart willen vragen. Dirk, zijn ze klaar? En ze zijn klaar. Hier komt het eerste startschot van Miel Keizer. Miel, ga je gang. Ja, en in de eerste zeskamp van dit seizoen gaan we op ontdekkingsreis, dames en heren. En als je op ontdekkingsreis gaat, dan moet je natuurlijk conditie hebben in dat oerwoud. Nou, dit is een conditietraining. Krap lopen, op handen en voeten, met de buik naar boven. En het is Scheemda dat aan de leiding gaat in baan 3, de rode ploeg. Na het krap lopen krijgen we het kruiwagenlopen. En kijk eens hoe hard dat kan gaan. En ook duidelijk weer Scheemda aan de leiding hier, die rode ploeg. Het is een baan van 30 meter. De start kost kracht. Ze worden ingehaald. Ja, ik zie het goed door Almelo. De ploeg met de joker. Almelo gaat aan de leiding. En hier kijken we naar Odoren. En hier weer Almelo. Dat koprollen. Het derde onderdeel. Wat ook veel kracht kost. Over de complete baan van 30 meter. Almelo, Scheemda, Harlingen, we zien ze. En Odoren blijft duidelijk achter. En dan het laatste onderdeel. Hier is Odoren, maar het laatste onderdeel is op je handen lopen, 15 meter. En dan moet je concentratie opbrengen en je moet kracht hebben. En het is Almelo dat aan de leiding gaat. U ziet er hier in beeld in de donkerblauwe kleding. Oh, wat is het een prachtig gezicht. Het is Carla du Plessis. En ze wint. En ze hebben de joker ingezet. Een uitstekende prestatie. 2 is geworden van Scheemda. Pupila van Lenning. Een perfecte prestatie ook. Maar het is Almelo dat schitterend de joker inzet. 3e wordt Harlingen. Het was Yvonne Koster die ook op handen zag gelopen. En hier kijken we nog steeds naar Klaas Dekker van Odoren in het geel. Hij had wat voeten maken. Zijn ploeg kreeg achterstand. En dat was niet meer mogelijk. Maar hij finisht toch. Perfect gedaan, Klaas. Ja, uitstekend, uitstekend. Kan niet meer kapot. Goed begin, halve werken. Hier komt de uitslag. De tijd van Odoren was 1:41.3 en daarvoor krijgen zij 2 punten op het spel. Harlingen 1:26.4 wordt derde, krijgt 4 punten op het scorebord. Scheemda, de Groningers worden tweede. En een tijd van 1:17.2, 6 punten. Maar de eerste klap is een daler waard en die zal nog lang nadreunen. Almelo, 1:14.7. 2x8 is 16 punten op het scorebord. Dat scorebord wordt zoals altijd bediend door Noortje de Vries. En u hebt dat jeetje wel mee zien flikkeren. Dat is de joker die nu voor Almelo uiteraard gebruikt is. Nu gaan we echt op ontdekkingsreis. Onze vrienden hier achter mij hebben natuurlijk een moeilijke tocht achter de rug al. Zijn nu aangekomen bij een grote rivier en moeten met een hele bepakking over die rivier. Het zijn 10 stuks. En als ze die aan de andere kant hebben gebracht, dan betekent dat het einde van het spel. En als je het snelste doet, ben je winnaar. We doen het in 4x1 ploeg. Maar na 2 manches zit er een volgend spel tussen. En dan pas komen de ploegen 3 en 4. We starten met Harlingen. Voor de eerste maal gaan wij hier met het kampement over de rivier. Dirk, ze zijn klaar. Miel, voor de eerste maal, ga je gang.
eerste pakket. En dat wordt gelijk geplaatst. Het tweede pakket kent gelijk wat moeilijkheden. U ziet het. Dat tuimelen, dat is heel belangrijk. Want je moet natuurlijk met beide voeten op dat plankje blijven staan. Dus het is puur het bewegen van het bovenlichaam. En dan ook nog contra. Zodat je goed kan aanpakken voor degene die voor je zit. Daar is het voedselpakket. Dat betekent het derde pakket. En ik hoor de supporters te weinig. Belangrijk voor jullie ploeg, jongens. Werk mee. Moedig ze aan. We zijn zo'n 55 seconden onderweg. En Harlingen kent een klein beetje problemen. En daar komt de vaart weer in. Daar gaat het kleed. Dan komen de tentzakken. Dat zijn er twee. En dan het laatste attribuut. Dat wordt zometeen de rugzak. Jammer voor de ploeg van Harlingen is dat het boek is gevallen. Eén attribuut gevallen. Dat betekent zometeen natuurlijk niet alle tien droog overgebracht. Maar de tijd nu belangrijk. Daar gaat de rugzak. Het laatste attribuut. En daar stoppen we, denk ik. Ik schat een tijd van 1 minuut 28 seconden officieus voor de ploeg van Harlingen. En daar is zo'n moment, ik zei het u, in tegengestelde richting tuimelen. Dat is belangrijk, een voedselpakket in dit geval. En daar komt de rechterkant naar links. En hij zwaait weer naar de andere kant. En dan ben je over. En zo gaat dat op de goede manier. Harlingen, dames en heren, zetten een prestatie neer waar de anderen zich natuurlijk op kunnen richten. Niet helemaal tevreden zijn ze. Overgebracht 9 van de 10 pakketten, dat is heel belangrijk. In een tijd van 1.29, maar die tijd gaat alleen maar tellen als nog een ploeg er met 9 afkomt. 10, dat is de bedoeling. En 10 is mij beloofd. Daarvoor gaat Scheemda even zorgen in een reuzetijd. Miel Keizer voor de tweede manche. Ga je gang. De ploeg van Scheemda, ze staan op de tweede plaats na ons eerste spel in het algemeen klassement. En wat gaan zij doen in ons spel van het kampement overbrengen? Daar gaat het eerste pakket en dat gaat zeer goed, mag ik zeggen. De bewegingen zijn uitmuntend in de tegengestelde richting. En dat tuimelt maar door. En we zijn al op 3 pakketten en er is nog niets in onze rivier gevallen. De rode ploeg, Scheemda. En oh oh, wat zijn we benieuwd. Hoe gaan zij het ervan afbrengen? Daar gaat het boek. Blijft het droog? Het blijft inderdaad droog. Ik kan u vermelden, we zijn op 45 seconden. De tentzakken. Een laatste. En dan het kleed. En natuurlijk het laatste attribuut, de rugzak. Komt die nog heel over? Plus het kleed wat we hier zien. Of het vel, als ik het zo mag zeggen. Ja, dan hebben we een tijd na 10 attributen. De tijd van Scheemda zal liggen in de buurt van de 1-10, denk ik. Maar hoe snel ronden ze het af? Ai, bijna gevallen en neergelegd. Officieuze tijd, ik meld hem. Scheemda 1 minuut en 12 seconden, maar wel met 10 attributen. Hoe ging het? Ja, ging hartstikke goed. Ja. Hoe heb je dat nou thuis geoefend? Ook op zo'n tuimelaar. Hadden ze gemaakt bij een boer en nou konden we zo oefenen. Ja, dat was een goede prestatie, dames en heren, van Scheemda. Hier komt de officiële uitslag. Ja, zitten recht over mij, de supporters. Nou, supporters, u kunt juichen. De tijd van Scheemda voor 10 pakketten is 1:11:17. En dat is een schitterende tijd. We gaan naar het onbewoonde eiland. 10 mensen van de ploeg. In dit geval is het Almelo dat het spits gaat afbijten. Staan hier klaar. Zij zullen zo dadelijk door het slingeren aan een liaan naar de andere kant op het eiland moeten zien te komen met z'n tienen. De eerste is de aap. Dat is altijd bij ons. En de rest, de andere 9, komen er achteraan. Wie het eerste is, nou ja, die heeft gewoon gewonnen. Miel, ga je gang! Ja, en als je er zo uitziet, dan ga je erop vooruit. Dat is de ploeg van Almelo. Zo snel mogelijk met z'n tienen naar het onbewoonde eiland en droog, hè? Droog aankomen, val je in het water, is het onherroepelijk terug en opnieuw slingeren. En welke tijd gaan zij neerzetten? Het zijn de heren die als eerst gaan. Ze zien dat overduidelijk. Ze kunnen dan de dames opvangen met hun sterke gespierde armen. 7 stuks over van Almelo. Nog 3 dames dus. En daar komt de laatste. En een hele goede tijd hopen we van ongeveer 35 seconden. Dat heb je goed geklopt, Frankie. De officiële tijd, dames en heren, van Almelo.
is 35/15 seconde. Hou het in de gaten. Want die andere drie gaan nu komen. Hier bijvoorbeeld staat klaar Harlingen. En ze hebben me zojuist, ja, beloofd dat ze daaronder gaan duiken. Ben benieuwd. Miel, tweede maal. Gaat Harlingen er inderdaad onderduiken? Dat moeten we eerst afwachten. Wat ik u wel nog even wil melden is dat al onze deelnemers met droge handen aan het touw gaan, dames en heren. Zodat latere ploegen zeker geen last hebben van een nat touw. Zodat ze eventueel uit kunnen glijden. Iedereen heeft gelijke kansen. Ai, daar ging bijna de palmboom ondersteboven. En dat kost seconden. Maar wat gaat Harlingen doen? Onze lichtblauwe ploeg. Ai, 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 ai. Een ontdekkingsreizigster terug. En ze wordt nu bij de benen gepakt. En ze hebben dit te pakken. Dan staan er nog drie. Komen ze op tijd op het eiland. En ik kan u melden, we zijn al bij de 36 seconden. Dat wordt dus niet zo'n beste tijd voor Harlingen. In ieder geval niet onder die van Almelo. Daar zijn ze gefinished. Ik klok weer officieus. 43 seconden, denk ik. En daar komen ze dan met z'n tweeën. Aangekomen, dan denk je makkelijk te gaan staan en let op wat er gebeurt. De palm gaat bijna ondersteboven, maar ze weten elkaar nog te redden en blijven voor de helft droog. U zag het, Harlingen dook er wel onder, maar dan onder water. En dat was niet de bedoeling. De tijd van Harlingen, 43-3. Derde ploeg in de race. Drenthe komt aan start met Odoren. Hier staan ze. Miel, gaat hij weer. En daar gaat Odoren. Harling of Almelo nog steeds met de tijd van 35-5 en dat gaat net goed. Ho, 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 ho. Cheetah ging onderuit. Maar daar komen ze. Ai, ai, ai. En dat is terug. Problemen voor onze Drentse vrienden, de gele ploeg Odoren. En dit kost tijd. Ja, dan moet je niet de jongens' broek naar beneden trekken. Vooralsnog staan de drie op het onbewoonde eiland. En ai, als ze maar niet aan de maximale tijd komen, dat zou zonde zijn. Want die staat op 1,5 minuut, maar het is echt niet nodig hoor. Er zijn er nog drie over. Ze staan op de kant te wachten op dat touw om dan snel over te zwaaien. En dat gaat lekker zo. En het is er nog eentje. We zijn op 45 seconden. Maak er dan toch nog een goede tijd van. Daar is die. In een uitstekende afsluitzwaai. 49 seconden klokken we. Dat was niet zo mooi. We moesten niet opkomen, hè? Had je je verrekend met springen? Ja, een klein beetje wel. We moesten niet harder aanlopen. Helaas, helaas voor onze vrienden uit Drenthe. De slechtste tijd tot nu toe. 49 seconden rond. Maar dan, de ontknoping van deze race tegen het horloge. Als laatste ploeg dan de punten. Hier komt het Groningse Scheemda. Miel, gaat ie. Ja, en duikt er dan nog iemand onder die tijd van Almelo? 35,5 seconden. Scheemda is de enige ploeg die het nog kan doen. En daar komen ze met z'n drieën over. En dat gaat goed. En die supporters wil ik horen nu. Want dit kan een hele snelle tijd worden. Met z'n vijven zijn ze over. Met z'n zes al moet ik zeggen. En dan moeten er nu nog twee komen. Ai, hij gaat het water in. Moet hij terug, moet hij niet terug? Het is een moeilijke situatie. Maar de scheidsrechters hebben het zeer zeker gezien. Daar komen vooralsnog de laatste twee. Van onze rode ploeg. En we klokken een tijd van 31 seconden. We winnen nog wel. Wacht maar. Ook NCRW, hè? Almelo, dames en heren, dacht, mijn broek is nieuw. Ik weet niet of dat een goede vergelijking is, maar je begrijpt wat ik bedoel. Vandaar ook NCRW Zeskamp natuurlijk vanavond. Toen kwam Scheemda. En Scheemda brengt op de klokken 31/18 seconde. Voilà. Hier zijn de punten. Winnaar Scheemda, 8 punten, komt totaal op 14 punten. Almelo, schitterend toch, 6 punten. Gaat naar 22. We hebben wel een joker gebruikt. Harlingen, derde met 4 punten, gaat naar 8 punten. Odoren, Sluiderij met 2 punten, komt op 4. Aan de leiding dus Almelo, hetzelfde Almelo dat nu hier tot de tanden toegewapend klaarstaat voor de derde manche in het spel met het overbrengen van de attributen. U weet waar het om gaat, de tuimelaars staan hier naast mij. En hoe sneller, hoe beter. De beste tijd tot nu toe zit zo'n beetje rond de 1 minuut en nog wat. Dat weet ik niet meer precies. 10 moeten overgebracht worden en Almelo gaat dat heel snel doen. Hier komt hij. Miel, ga je gang. Ja, in die tijd waar Dick het over had was, om exact te zijn, 1 minuut 11 en 17 seconden. En het was de tijd van Scheemda. Ze brachten ook 10 attributen over en Harlingen bracht er 9 over. Weet u nog wel?
in eerste instantie 10 pakketten overbrengen. Dat is de taak van Almelo nu, onze koploper. En dan natuurlijk ook nog in een goede tijd. Er zijn er 2 over. En het tuimelen gaat voorbeeldig. Uitmuntend zelfs. Hoewel nu een kleine hapering, maar daar is toch het laatste voedselpakket. Hier zien we het boek in beeld. Het lijkt het grote boek van Sinterklaas wel. Maar het is het zeer zeker niet, als het maar droog overkomt. 4 attributen staan er. En daar komt de 5e. 10 attributen moeten het worden, met als laatste natuurlijk weer die gevulde rugzak. En er mag beslist niets in onze rivier vallen, want dan is het een bekeken zaak. Het kan hoor, Almelo. Het kan. Jullie kunnen een snelle tijd maken. Daar gaan de tentzakken en we zitten op de 58 seconden nu. En het laatste attribuut is in de baan. Het is de rugzak. Duik is onder de 1 minuut 11, 17e van Scheemda. Het ligt aan de laatste dame van Almelo. Daar is de rugzak. En dat is de tijd. En u zult het niet geloven, maar ik klok officieus een tijd van 1 minuut en 10 seconden. Het is voorbij gelukkig, hè? Ja, gelukkig wel, ja. Verschrikkelijk. Over spanning gesproken, dames en heren. Almelo, en nu wordt het stil in de hal, brengt over 10 attributen in een tijd van 1 minuut 10 viertiende seconden. Die 14e gaan niet op het scorebord, maar die onthoudt u wel. Wij gaan naar de laatste manche. Daarvoor staat klaar O'Doren en ze hebben de punten hard en hard nodig. Wiel, laatste manche. O'Doren heeft de punten zeker nodig. En het ligt denk ik ook voor 50% aan de supporters. Maar ja, dat horen ze nog helemaal niet, maar dat komt vanzelf wel als ze gaan presteren. Dat ging even mis. Het is het eerste attribuut en we zien het, ze tuimelen met elkaar mee en daar red je het niet, hè? Ai, 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 ai. De slag is er even uit. Kom op. Ja, daar is hij. Geef door die pakketten in tegengestelde richting. Het is allemaal zo makkelijk als je ernaar kijkt, maar oh, wee als je erop staat. Het is een enorm moeilijke handeling. Je hebt ook nog een groot pakket in je handen. En dan moet je ook nog eens letten op de mensen om je heen. Hoe bewegen zij? Want je moet er steeds maar weer naartoe. Er zijn 2 pakketten over in ieder geval en die zijn nog steeds droog. En daar is pakket nummer 3. En het is te hopen dat de vaart er nu even in komt bij de ploeg van O'Doren. Maar het ziet er vooralsnog niet naar uit. Het is heel moeilijk met die gele ploeg. Het zit ze allemaal wat tegen en we zijn al over de minuut. Ai, 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 dat zou dat zonde zijn. Daar gaat het boek. Maar er moet eerst nog een tasje over. Wil je het boek door kunnen geven? En daar kan die. Precies. Naar de laatste. Ai, laat die vallen. Goed gedaan. Hij komt droog aan. En het wachten is weer op attributen. Er moet sneller aangevuld worden. Ja, en daar zit het even tegen. Dat is nou zonde. We zijn over de 1 minuut en 25 seconden. En O'Doren, O'Doren. Jullie laten zeer weinig van jezelf horen. Daar is de tas en de koffer en het kleed. En daar komt eerst de tentzak. Ik meld u verder dat we een maximale tijd hebben van 2 minuten. En wat zou het jammer zijn als ze daar aan toe komen. Al is het alleen al voor het zelfvertrouwen. Daar is het laatste attribuut. Het is de rugzak. Het kan nog hoor. Het kan voor die tijd, jongens. Kom op. Ai, 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 ai. Daar het eindsignaal van de onverbiddelijke Milkeizer. De 2 minuten waren voorbij. O'Doren heeft het niet gered. Uitgeput? Nou, nee, dat valt wel mee. Maar het lukte niet helemaal. In de repetities ging het allemaal prima en nu ligt het niet. O'Doren brengt over 9 attributen in de maximale tijd van 2 minuten. Hier komen de punten. O'Doren dus 2 punten, komt op 6. Harlingen 4 punten, gaat naar 12 punten totaal. Scheemda blijft zeer goed meegaan, moet ik zeggen. 6 punten, zit nu op 20. Almelo wint deze wedstrijd. 8 punten. Storm door naar 30 punten. Maar we zijn er nog niet. Wij gaan naar het volgende spel. Natuurlijk, als je op ontdekkingsreis in donker Afrika bent, in die barbaarse tijden zeker, dan kom je wel eens kannibalen tegen, menseneters. Hier achter mij staan kookpotten.
En daarin zullen zo dadelijk leden van de ploeg zitten. 1 dame per ploeg om te beginnen. Maar aangezien het nogal warm water is, proberen zij door het klimmen in een touw wat boven die pot hangt, eruit te blijven. Dat touw heeft alleen de nare gewoonte om een beetje te zakken als ze aan het klimmen zijn. Maar dat merken we straks wel. Nadat de dames zijn geweest en hun tijd in seconden is genoteerd, komen de heren. Tijden worden bij elkaar geteld en dan weten we de uitslag. Zijn er, heren captains, nog jokers in de... Ja, daar komen ze. Komt u maar. 2 jokers in de strijd, zie ik. Nooit zo handig natuurlijk, want 1 kan er maar winnen. Maar goed, we wachten af. Ik begin met die prachtige joker hier aan mijn rechterzijde. Van ja, schitterend. Ja, Klaas, jullie staan er wel onderaan. Dit is captain Klaas Vos, dames en heren. Maar met je joker krijg je van mij een bonuspunt, zou ik maar zeggen. Ik mag het niet doen. Prachtige joker. Wat stelt het voor? Ootje en het kleinkind. Ootje en het kleinkind. We hebben het land van Badje en bij jullie is het land van Ootje dan? Ja, klopt. Zo'n beeldje staat ook in Odoorn. Plaats Odoorn. Juist. U ziet hier, dames en heren, de klederdracht uit lang vervlogen tijden van Drenthe. Daarnaast als symbool van de jeugd en de kracht ook het kleinkind. Fantastisch, ik wens je erg veel succes met deze wedstrijd. En in ieder geval gefeliciteerd met de joker. Aan de andere kant staat Bert ten Broeke van Scheemda. Bert, ja, eerlijk is eerlijk. Jouw joker is in ieder geval een echte joker. Want wie heeft die gemaakt, Bert? Jurie Fijken uit Scheemda. Is dat een kunstschilder, kunstschilderes? Dat is helemaal geen kunstschilder, maar dit is gewoon beroeps waar hij schildert. Prachtig gemaakt. De joker van Scheemda ook, dames en heren. Dubbele punten dus, zowel voor Odoorn als voor Scheemda. Heren, allebei succes. Ren terug naar je hok, zou ik maar zeggen. Wij gaan van start. 4 dames dus gaan proberen uit de kookpot te blijven. Ik heb het u al uitgelegd. Miel Keizer, het water is warm. Ik ook. En dan gaat hij weer. Odoorn! Ja, laten we dan nu hopen voor de ploeg van Odoorn. Dat ze met een poosje volhouden in het touw. Het is in ieder geval in het geel daar. Trea Kams. Zij is voor Odoorn in de race. En Harlingen kent al problemen. Ai, het is Ina Beverlo. Ze doet aan zaalvoetbal, maar zit al bijna onder in de pot. En het is afgelopen met Harlingen. De 3 andere ploegen nog in de race. En zeer bovenin en goed gaan dus Scheemda met Gea Kiewiet. En de hobby van Gea is breien. Haha, daar krijg je sterke armen van, zeg. Daar zit ze. Gea, brein er maar een truitje verder. En je houdt het langer vol. Ommen, wat zeg ik, Odoorn zat. Natuurlijk, gele ploeg. Trea Kamps heeft het moeilijk. En Almelo is ook gefinished. Onze koploper. Trea Kamps nu bijna op de bodem. Daar is ze. En het is Scheemda. Gea Kiewiet. Hoe lang hou je het nog vol? Daar brandt het lampje. En zit je onder in de pot. En is het afgelopen met je. Wat een tegenvaller. Hallo. Nou. Redelijk lang, hè? 2e of 3e, wat was je? Ja, ik was 3e. Ja. De uitslag van de dames en de kookpotten laat zien dat Harlingen redelijk gaar is gestoomd hier achter mij. Want al na 21 seconden zakte het meisje in de pot. Almelo kwam tot 42 seconden. En dan blijkt dat de captain zijn joker, in ieder geval wat de dames betreft, goed hebben ingezet. Odoorn wordt 2e met 54 seconden. Scheemda, de winnaar bij de dames, met 60 seconden. Maar alles hangt natuurlijk af van de mannen. Wat gaan de heren doen? U ziet daar de 2 jokers oplichten op het scorebord. De tijd van de heren in seconden wordt geteld bij die van de dames. En dan de punten. Miel, hier komen de mannen. De sterke mannen. Odoorn en Scheemda. Vooralsnog aan de leiding in dit spel. En het zijn Willem Tripp en Peter Bol. Hoe lang houden ze het vol? Daar zagen we Peter Bol. Van de andere kant Harlingen en Almelo. De lichtblauwe en de donkerblauwe ploeg. En dit kon wel eens een poosje gaan duren. Want ik kan u vertellen, het zijn sterke kerels. Daarvoor Almelo, Erik Hekman, leraar lichamelijke opvoeding. Kijk zijn tactiek. De benen goed gebruiken bij het touwklimmen. Om zo hoog te blijven. En daar is hij weer, Erik Hekman. Speerwerpen is een van zijn hobby's en zijn sporten. En dan hoef ik u niet te vertellen dat hij armkracht heeft. Harlingen daarnaast met Alex Philipsen. Ongeveer op gelijke hoogte. Maar ze zakken toch al iets hoor. Het is Odoorn hier rechts in beeld. Wat toch nog als hoogste in de lijn hangt. En daarnaast ook weer die ploeg van Scheemda.
Beide die ook ingezet. Hier Harlingen, het gaat fout. In de vallen van de kookpot komt hij. Ai, het is afgelopen met Harlingen. Alex Philips heeft het niet kunnen houden. En drie ploegen nog in de race. Almelo, Scheemda en Oudhoorn. En kijken hier eens bijten. Die man van Scheemda, Peter Boven. Sterk is hij, maar blijft hij boven? Dat vragen we ons af. Hij zakt behoorlijk nu. Hij is moe, het is aan hem te zien. Hij komt langzaam in die pot terecht. Ja, dan is het echt afgelopen met je. Daar gaat het lampje in. Het is over en het is Oudhoorn en Almelo. De man van Oudhoorn. 6 seconden verschil bij de dames. Kan voor een winnende tijd gaan zorgen. Doet hij dat? Daar finisht Oudhoorn. Of het 6 seconden waren of meer, dat is te hopen voor de ploeg. En Almelo is nog in de race. Hou het vol, Erik Hekman. Leraar lichamelijke opvoeding. En ik zei het u al, speerwerpen, dat is de sport. En wat is die man sterk? Al bijna 2 minuten. 1 minuut 55 seconden. Erik Hekman. Nog steeds is hij niet op de bodem. En daar finisht hij. Wat een ongelofelijke tijd van ruim 2 minuten. Hier komt hij. Scheemda, de man van Scheemda dus. 88 seconden. Totaal 148 seconden. Samen dus met de dame. Oudhoorn, precies 100 seconden voor de heer. Betekent 154 totaal. Harlingen, 62 seconden. Voor de man komt totaal op 83 seconden. En dan Almelo. 123 seconden voor de heer. Gaan ze weer. Brengt het totaal op 165. De punten. Almelo, winnaar, 8 punten. Komt op 38 punten. Dan Oudhoorn. Lekker, ze hebben de punten hard nodig. Met hun joker. 2 x 6 is 12 punten. Zij komen op 18 punten. De tweede joker van Scheemda levert wat minder op. 2 x 4 punten, 8 punten. Zij komen op 28 punten. De rij wordt gesloten door Harlingen. 2 punten. Zij komen op 14. Wij gaan, dames en heren, naar rust in de hal. Alsjeblieft. Ja. Want we zijn toe aan de denkkamp. Vanuit het oerwoud hier naar de bibliotheek van de Treien. Is maar een klein stapje op televisie. En u weet misschien nog wat er gaat gebeuren. Ik ga het u even uitleggen. We gaan vragen stellen aan de denkers, dat wil zeggen 1 dame en 1 heer per ploeg. Die zitten daar fraai in beeld in hun prachtig outfit. Krijgen 50 punten statiegeld. Daar gaat Oudhoorn door uw beeld, daar gaat Almelo. Als u een vraag hoort en u drukt als eerste, dan mag u het antwoord geven. Is het goed, krijgt u 2 punten erbij, gaat u ook een tikje omhoog. Is het fout, zakt u 1 punt, gaat u ook een tikje omlaag. Geeft u geen antwoord en hebt u dus niet gedrukt, dan blijft u zitten waar u zit. Die punten aan het eind worden vertaald in wedstrijdpunten 8, 6, 4 en 2. We hebben nog 1 joker in de strijd van Harlingen. Ik zie hem niet, dus die wordt niet gezet. Ik ga u voorstellen, dames en heren, de shouter. Voor zover het nog nodig is, zij deed het vorig jaar voortreffelijk. En vandaar dat zij nu weer is. Hier is Claudia. Claudia, wat denk je daarvan? Hallo Dick. Nou, het ziet er heel goed uit. Het is alleen iets anders dan verleden jaar. Verleden jaar waren de actualiteiten erg belangrijk. En moesten de mensen de krant doorsnuffelen. Maar nu is het algemene kennis belangrijk. En dat is niet minder lastig. Veel succes ermee. En jij ook, hè? Ja, we hebben het pad der kranten verlaten. We gaan vragen stellen in algemene zin. Maakt het aan de ene kant misschien wat makkelijker, aan de andere kant wat moeilijker. Gaat-ie. Eerste vraag. Wie is de ontdekker van de penicilline? Oudhoorn. Dr. Fleming. 2 punten voor Oudhoorn. Volgende vraag. Hoe heet de nieuwe NCRV-serie die zich wekelijks in een ziekenhuis... Almelo. St. Elsewhere. St. Elsewhere. 2 punten Almelo. Volgende vraag. Wat is de naam voor een mannelijke gans? Scheemda. Ganzerik. Een ganzerik. Het is niet goed. Een Gent. Een Gent of een Gander? Dat wilden wij horen. 2 punten. En Scheemda zakt 1 punt. Henk Niezen. Kan ik ook niks aan doen. Volgende vraag. Hoe luidt exact de stelling van Pythagoras? Scheemda. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Hartelijk dank. 2 punten. Zijn we terug, hoor, jongens. Prima. Volgende vraag.
Welke Noorse ontdekkingsreiziger? Almelo. Amundsen. Ja, die bereikt als eerste de Noordpool. 2 punten Almelo. Vraag. Ja. Leuk hoor. Weer een vraag. Hoe noemde Heemskerk en Barends de nederzetting? Almelo. Het behouden huis. Op Nova Zembla heet het behouden huis. 2 punten. Vraag. Een vraag op heel ander gebied. Hoe heet in het bekende kinderliedje de zoon van de graaf die in Den Haag... Almelo. Jantje. Mensen, ben je snel. 2 punten Almelo. Wij gaan rekenen. Hoeveel is 13 dozijn? Almelo. Kijk even rekenen. 156. Is goed, 2 punten. Hoeveel? Attentie jongens, even stil. Hoeveel kleinkinderen heeft prinses Juliana? Harlingen. 14. 14 stuks. Haha, leuk hoor, 2 punten. Beatrix 3, Irene 4, Margriet 4 en Christina 3. We gaan naar afkortingen. Wat betekent de afkorting AOW? Odoorn. Algemene ouderdomswet. 2 punten. Wat betekent de uitdrukking IQ? Almelo. Intelligentiequotient. 2 punten. Wat betekent de afkorting STER, oftewel STER? Almelo. Stichting Etenreclame. Is goed, 2 punten. Wat betekent de afkorting KNM? Odoorn. Koninklijke Nederlandse Motorrijtuigenvereniging. Is helaas niet goed. Harlingen. Koninklijke Nederlandse... Is helaas niet goed. Scheemda. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Dat wilde ik horen. 2 punten. Wat betekent de afkorting TT, oftewel TT? Scheemda. Torres Trophy. Hoe zegt u? Torres Trophy. Is niet goed. Odoorn. Dat zou ik ook gezegd hebben. Harlingen. Zakken. Harlingen, antwoord moet nu komen. Komt die? Toeristrofri. Nee. Almelo. Toeristrofri. Nee, is niet goed. Nee. Almelo. Toeristrofri. Het heet Touring Trophy. Touring Trophy. De TT in Assen. Heeft niets met toerisme te maken, hoewel er komen nogal wat mensen. Onder welke verzamelnaam kennen wij, let goed op, Anna, Björn, Benny, Frida. Scheemda. Abba. Abba, 2 punten. Vult u maar aan. Ik zeg, als de wijn is... Scheemda. In de man is de wijsheid in de kan. En dat is heel juist. Prima, 2 punten. Naar welke Italiaanse cartograaf is Amerika? Almelo. Americo Vespucci. 2 punten. Daar werd Amerika naar genoemd. Wie ontdekte de Victoria-watervallen? Scheemda. Dat was Livingstone. David Livingstone, 2 punten. Op welk kasteel werd Willem de Zwijger geboren? Harlingen. Dillenburg. 2 punten, gelukkig. Wat is de langste rivier? Scheemda. De Nijl. Is niet goed. Nee. Odoorn. De Amazone. Is 2 punten voor Odoorn. Hoe noemt... Let goed op, jongens. Hoe noemt Karl May zich in zijn Indianenboeken? Almelo. Winnetou. Is niet Winnetou. Scheemda. Old Shatterhand. Old Shatterhand, 2 punten. Wat betekent het woord shalom? Odoorn. Vrede. Vrede, 2 punten. Wie werd dit jaar, ik mag hem afmaken, wie werd dit jaar voetballer van het jaar? Harlingen. Ruud Gullit. Met 2 punten voor Harlingen nemen wij afscheid van de Denkers. Kijk nu met mij naar de eindstand. De glorieuze winnaar. Almelo, 64 punten. Scheemda, schitterend tweede, 59. Odoorn, prima derde, 58. Harlingen blijft wat achter met 54 punten. Wij gaan bekijken wat dat betekent op het scorebord. Jullie hadden geoefend, hè? We hadden geoefend, maar ik denk niet dat dat zo belangrijk is. De ploeg doet het goed en dan barst je van het zelfvertrouwen. Het is te gek allemaal. Echt geweldig. Uitslag Denkamp. U hebt het gezien. Harlingen 54 punten. Komt daarmee met 2 wedstrijdpunten uit de bus. Gaat naar 16. Odoorn 58. Wordt vertaald in 4. Gaat naar 22. Vlak daarbij. Maar 1 punt meer. Scheemda 59. Krijgt daar wel 6 punten voor. Gaat naar 34. En de winner is, again, Almelo, 8 punten, gaat naar 46 punten. Ja,
Dit is niet anders. We hebben nog één joker te goed en we hebben nog twee spellen te gaan, dames en heren. Als er een joker ingezet wordt door Harlingen, kan het nu gebeuren. Ik ga ondertussen door. We gaan naar het surprise-spel, een spel waar de ploegen niet of nauwelijks op hebben kunnen trainen. Wat gaan we doen? We zitten natuurlijk in de tijd van de ontdekkingsreis. U weet dat nog steeds hier vanavond. Stanley, een bekende naam. Stanley, de man geboren in Wales. Ging naar Amerika als zeeman, werd daar journalist. Werd uitgezonden door de New York Herald om Dr. Livingstone op te gaan zoeken. En vond hem ernstig ziek ergens in de oerwouden van Afrika. Dat gaan we hier doen. Achter mij hangt Livingstone. Stanley's staan klaar, dat wil zeggen twee per ploeg om hem te gaan vinden. Maar ja, ze zijn wel geblinddoekt, dat is jammer. In zo'n oerwoud valt het ook niet mee. Livingstone heeft in zijn arm geklemd een landkaart van Afrika. De ploeg die het eerste heeft, krijgt 8 punten. Dan gaan we met 3 ploegen verder voor 6 punten. Dan blijven er 2 over. Het is een soort stoelendans, moet je maar denken. Voor 4 en 2 punten. Dat is het surprise-spel. De joker van Harlingen komt er nog niet uit. Blijft dus voor het laatste spel bewaard. Wij gaan naar, dames en heren, het surprise-spel. Miel, attentie, gaat hij weer. En geeft u uw ploeggenoten de kans, dames en heren, om goed te luisteren. En dat doet u al perfect door stil te zijn hier in de zaal. 10 seconden ronddraaien en dan gaan we starten. Wie pakt als eerste de landkaart bij Dr. Livingstone? Stil alstublieft. Oei, het gaat nu leuk worden. Het is Harlingen in de buurt al. Harlingen, de Friese ploeg. Ja hoor, Johan van Malsen is het. Hij heeft hem te pakken. Hij weet hoe hij naar Afrika moet. Harlingen, wat een stad, wat een stad. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat is het eerste erbij, hè? Ja, zeker. Hoe wist je je zo te concentreren en zo te oriënteren? Ja, geen idee eigenlijk. Gewoon op die bal zitten en met één die kant erop lopen. Je oriënteert op die bal en daar haaks oplopen. Kun je net het gesnurk nog horen? Ja, op het laatste moment hoor ik hem vlakbij me. Ik denk van, moet ik nog een paar stappen naar links. En toen, ik had geluk dat ik als eerste bij die kaart kwam. En dat was ideaal, hè? Punten hebben jullie nodig, hè? Ja, zeker. Wat tijd dat we punten pakken. Want we zijn dicht bij huis en we moeten wat presteren hier, hè? Dus, En dan had ik nog zo gezegd, Harlingen, zet nou je joker. Harlingen wint dit spel met 8 punten, dames en heren. De overige 3 ploegen gaan verder om 6, 4 en 2 punten. Voorlopig gaat het om 6. Miel, gaan we weer. 3 Stanleys nog te gaan. Die van Almelo, Odoren en Scheemda. En nog eventjes ter verduidelijking. U weet het nog, Stanley was een journalist. Hè? We zien dat overduidelijk door de typemachine die hij bij hem draagt. Heel leuk gedaan ook in de kleuren van de ploeg uiteraard. En dan krijgt Ko Tuparia even een duwtje van Kasper Jager van Odoren. En dat maakt de... Ai! Hij pakt hem gelijk. Het is niet te geloven. Kasper Jager van de gele ploeg van Odoren. Hij greep naar de landkaart en had hem gelijk te pakken voor 6 punten. En daar zien we ze prachtig in de buurt van Livingstone komen. Wat een prachtig plaatje. Kasper Jager en Menno Smit in het geel van de ploeg van Odoren. En kijk naar Kasper. Hij rent er naartoe, pakt de landkaart en verdient 6 punten voor zijn gele ploeg Odoren. Odoren, u hebt het gezien, dames en heren. Verovert de kaart en daarmee 6 punten op het scorebord voor de Drenthe. Prima, jongens. Achter mij ligt nog steeds de flegmatieke Brit Livingstone. De snurrekijk kwam uit Schotland overigens. 2 ploegen, Scheemda en Almelo, gaan vechten om 4 punten. Miel. En dan worden ze weer duizelig gemaakt door onze scheidsrechters. Ko Tuparia hier, duidelijk in beeld van Almelo. En samen met Erik Hekman gaat hij proberen om 4 punten te verdienen voor Almelo. Maar natuurlijk Scheemda, Peter Boven en Piwi van der Horst. Wordt het rood, Scheemda en kijk hem gaan zich. En er lekker langs lopen en dan een palm te pakken nemen. En Livingstone laten draaien. Ja hoor, we zijn er, Peter Boven. In 1 keer de kaart te pakken. Een gelukstreffer van 4 punten voor Scheemda. Hartelijk dank.
Voor ik u de punten geef, dames en heren, van dit surprisespel, eerst een daverend applaus voor ons huisorkest, de Sterkikers. Jazeker. Dat fantastische orkest uit Vlaanderen. Misschien ziet u hen en hoort u hen wel weer bij de volgende zeskamp of bij de volgende Elfstedentocht. Hier komen de punten van Stanley en Livingstone in zijn hangmat. Almelo werd laatste, krijgt daarvoor 2 punten, zijn we niet gewend. Gaan wel naar 48 punten. Scheemda krijgt 4 punten, komt op 38. Odoorn 6 punten, gaat naar 28. Harlingen 8 punten, brengt het totaal op 24 punten. Odoorn, de laatste plaats. Ja, nou, dat zit er nog niet in. Als we de laatste winnen, kunnen we nog de derde zijn eindigen. De eerste plaats zit er niet meer in, hè? Nee, helemaal niet meer. Nu de eerste plaats er niet meer in zit, denk je dan, nou, doe maar niet mijn best meer? Jazeker wel. Noord afgeven. Deze pakken we nog even. En toch fanatiek? Jazeker. We gaan stoppen. We geven Noord af. Ik geef naar de concurrent hiernaast. Nu al zweetdruppels op je voorhoofd. Je moet nog beginnen. Ik kan gewoon geen commentaar geven. De ploeg is gewoon te gek hier. Ja, we zijn al kampioen, wat wil je nog meer? En wij hebben alleen de finale nog te gaan. Betekent natuurlijk dat buitenbeeld en nu zo dadelijk in beeld een captain van Harlingen klaarstaat met zijn joker. Gerrit, kom erbij. Hier is Gerrit Bontes. Ja, je had hem eigenlijk in dat vorige spelletje moeten hebben. Ja, eigenlijk. Wat is eigenlijk? Kan u nog, hoor. Ook op het laatste spel. De joker is het beeld wat ook in Harlingen staat. Wat is dat precies? Het staat bovenop de zeedijk. Het symboliseert de Spaanse overheerser in de 16e eeuw. Die de Friese verplichtte tot het bouwen van dijken ter bescherming van hun land. Casper die Robles. Oké. Okay. Ik wens je heel veel succes ermee. Het kan nog, hè? 16 punten erbij. Zit je op 40. Gerrit, succes. Wat gaan we doen, dames en heren? Natuurlijk wilden Stanley en Livingstone ook alweer eens een keer naar het veilige en rustige Engeland. Dat gaan we hier symboliseren. In dit spel, daar ligt hun bagage, links van mij. Een heleboel balen met tenminste een aantal balen waarop staat medicamenten. Die zijn belangrijk. 4 dragers, Stanley voorop, Livingstone erachter of andersom, gaan dadelijk over de baan via allerlei moeilijke hindernissen. Komen ze uiteindelijk bij het schip dat ligt te wachten om hen naar Engeland te brengen. Daar moet op dat schip 1 baal tenminste mee met medicamenten. Als ze dat voor elkaar krijgen met z'n tweeën, komen ze aan de andere kant. Daar liggen als symbool van Londen de bolhoeden te wachten. Bolhoed op, einde spel. 16 punten voor Harlingen zitten er nog in. De ploegen staan klaar. Voor de allerlaatste keer zeg ik Dick, ja, Miel, daar gaat hij weer. Terug naar de bewoonde wereld. Dat is de naam van ons laatste spel. En we zien Almelo, de koploper, druk aan het stapelen. Daarachter Harlingen. De pakketten moeten netjes overeind blijven en als er iets valt is het stoppen en overnieuw beginnen natuurlijk. Onder de poortjes door, een volle ronde lopen, nog een keer onder de poorten door. En dan onze zeskamp oceaan over, oftewel het zwembad, met de rubberboot naar Engeland. Odoorn is als eerst onder de poortjes door, de gele ploeg krijgen we ze in beeld. Hier gaan ze, aankop met Livingstone voorop, 4 dragers en natuurlijk Stanley erachter, de Engelse journalist. Ja, en dat gaat goed, de vaart zit erin en er wordt ook nog eens een keer goed gebalanceerd. Kijk, die kou is eventjes van Almelo, die maakt er nu helemaal iets moois van. De donkerblauwe ploeg, ze zijn op de 3e plaats nu, wat zeg ik, op de 2e plaats. 3 is Harlingen en 4 is Scheemda. Maar hieronder in uw beeld weer Odoorn, de koploper. En nu komt het erop aan. Gaan zij goed onder de poort door, dan betekent het rechtstreeks naar het water. En met 1 pakket medicamenten over. En dan ben je bij de bolhoede, einde spel en ben je ook in Engeland. Hier gaan ze, Odoorn, we blijven ze volgen. Haar kop, schitterend gezicht. Bepakt in de zak lopen ze hier door de zaal. Rugzak, olielampen, pakketten, alles hebben ze bij de hand. Maar er hoeft maar 1 pakket over. Hier kijken we naar Harlingen. En dat gaat ook goed. Stanley geeft wat aanwijzingen. En de ploeg van Odoorn is al aan het stapelen. De pakketten moeten links
op de stroombalen gestapeld worden. En één pakket medicamenten moet mee. En daar valt iets om. Dat wordt even rechtgezet. Hier zien we Scheemda. Mr. Livingstone himself is aan het stapelen. Odoren nu in de boot. Maar het gaat goed. Nou, ik noem het toch maar in de boot. Het water over. En Stanley gaat peddelen. En Livingstone houdt de medicamenten vast, want die zijn belangrijk. Maar er volgen er nog wat. Rekent u daarop. Harlingen en Almelo zijn ook inmiddels in het water. Maar Odoren is bij de kant. De medicamenten droog. Blijven ze zelf droog. En dan de bolhoeden op. Livingstone en Stanley. En oh, kijk, Almelo is de keer gaan hier. Het is net een speedboot. Daar zijn we met de bolhoeden. Odoren wint ons finale spel. Uitstekend gedaan. En kijk, ze is blij zijn. Ja, en daar is ook Almelo en Harlingen. Beide zijn inmiddels gefinished. Wie er 2 is geworden en wie er 3 is geworden, dat weet ik niet exact. Maar we blijven Scheemda volgen. Dat doet u erg leuk, Mr. Livingstone. Maar u zou willen dat Stanley bij u kwam zitten. Waarschijnlijk op schoot. Juist hem. De medicamenten erbij. En dan maar roeien. Nou, je zal zo de oceaan over moeten, zeg. Hij steekt nog wel zijn duim omhoog. Hij wordt er niet moe van, schijnbaar. Mr. Livingstone is aan het roeien. Met de handen. En Stanley gooit vast het medicament op de kant. Dan gaan ze met z'n tweeën. En geef ze nog een oorverdovend applaus, want ze hebben het ook gered. Met de bolhoeden. De ploeg van Scheemda is aangekomen. Het is heel eenvoudig, dames en heren. Odoren op elk terrein van voren. De winnende ploeg in slow motion in beeld. De gele ploeg van Odoren. Uitstekend gepresteerd in dit laatste finale spel. Terug naar de bewoonde wereld. En let u eens even op hoe Stanley bij meneer Livingstone op schoot springt. Of. Dan samen naar de overkant. Mr. Livingstone aan het roeien en Stanley houdt de medicamenten vast. Zo gaat dat met de hulp. En dan snel naar de bewoonde wereld, naar de bolhoede. Dat betekent einde spel en terug in Engeland. En natuurlijk 8 punten voor de ploeg van Odoren. Het was het, hè? Moest een keer gebeuren, hè? Maar we hadden er ook wel op verwacht hoor, dat we dit zouden winnen. Want dit ging altijd uit de kunst. En de rest viel een beetje tegen. Ja. Maar desondanks, het was hartstikke gezellig. Dit ging heel snel, hè? Eind goed, al goed, hè? Dames en heren, wat een feest. Hier komen de laatste punten. Scheemda krijgt in de finale 2 punten, eindigt op 40 punten op het scorebord. Harlingen werd in de finale derde, zou daar 4 punten voor krijgen, maar u weet het nog, ze hebben de joker gezet. 8 punten, Harlingen eindigt op 32 punten. Almelo wordt in de finale tweede, krijgt daarvoor 6 punten, eindigt op het schitterende totaal van 54 punten. De winnaar van de finale echter is Odoren, 8 punten. En daarmee Drenthe 36 punten op het scorebord. Dames en heren, de kampioen van vanavond heet Almelo. Maar natuurlijk hebben wij ook prijzen voor die andere fantastische ploegen. Op de vierde plaats is geëindigd Harlingen. Hier is captain Gerrit Bonten. En Gerrit ontvangt van een van onze rollerstars de beker, de bloemen en de kussen, Gerrit. Ja, natuurlijk. Dan op de derde plaats Klaas Vos van Odoren. Kom maar, Klaas. En ook voor jou de beker, derde prijs, bloemen en de kus. Tweede plaats, Bert ten Broeke van Scheemda. En hier komt onze rollerstaar met bloemen, beker en kussen. En dan, dames en heren, daar komt hij dan. En burgemeester Snijders, u kunt trots zijn op uw ploeg. Hier is Paul Verspaget, de captain van Almelo. En wat is hij blij? Hij is directeur van een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten. En hiermee is Almelo als eerste ploeg geplaatst voor de grote finale in mei aanstaande. Kijk u met mij naar deze fraaie beelden. En als we dat dan gezien hebben, wil ik graag afscheid van u gaan nemen. Voor de eerste maal was dit zeskamp in het nieuwe seizoen. Vanuit de trein in Franeker. Wij komen terug over 5 weken.
13 december. Wederom is de plaats hier Franeker. De ploegen, Doetinchem, Almere, Vriezenveen en Oude Pekela. Tot over 5 weken wat mij betreft. Bedankt allemaal. Dag. In de eerste plaats van harte gefeliciteerd. Hartelijk bedankt. Heel geweldig, heel fantastisch voor ons ook. Met honderden supporters meegenomen. We hadden dit niet durven dromen dat het zo lopen. Je hoopt om te winnen, maar de hele ambiance, deze hele omgeving van Zeskamp. Om dit mee te maken was in één woord fantastisch. Ik denk dat de hele gemeente ernaar zal kijken in november ook.